dat maak ik laag over laag over laag. Want ik vertel gewoon verhalen in glas en die vertel ik in portretten. Nee, dit is dus weer een andere techniek. Dit is glas. Dit is in de oven gevormd. Dit is ook in de oven gevormd. En omdat het koestering moet worden, wil ik dus dat het ook een warm beeld wordt. Dus dan moeten ook warme kleuren in. Rood en geel en oranje. Lida, wat is voor jou de magie van glas? De magie van glas is voor mij het materiaal zelf. Het licht wat het vangt, het flonkert. Het licht is ook steeds anders. Licht wordt gebroken door glas. Mm-hmm. En bij elke lichtval en lichtsterkte is glas anders. En dat geeft een dimensie aan beelden. Daarnaast is glas ook sterk, maar ook kwetsbaar. En dat is een tegenstelling die in glas zit, die bij mij in mijn verhalen heel vaak terugkomen. Dus voor mij is het belangrijk om dat te gebruiken en om dan die tegenstelling uit mijn verhalen te verweven met mijn beeld. En daar is glas voor mij een fantastisch materiaal voor. Juist omdat het zo sterk, maar ook kwetsbaar is. Dus dat het die tegenstellingen in zich heeft. Wat ik belangrijk vind. Dat zie je bijvoorbeeld in dit beeld. Als je goed kijkt, dan zie je aan de oppervlakte een allemaal van die friemels, dingen die daar een beetje lopen. Ga je wat beter kijken, dan zie je ook dat er een gedeelte van een gezicht in zit. Dat is heel grappig, want dat gebeurt dus ook heel vaak. Als mensen naar dit beeld kijken, dan zie ik ze er vaak omheen draaien en dan denken ze bij zichzelf, wat is dat nou? En dan opeens zien ze dat gezicht. En dat is voor mij belangrijk, dat het is iets tastbaars, maar er zit ook iets in waar je beter voor moet kijken. En een gezicht is kwetsbaar, maar ook heel sterk. Mm-hmm. En dat is juist zo mooi van dat glas ook weer, want daar komt dat glas ook weer bij kijken. Je laat het ene zien en het heeft het andere in zich. Ja. En dat alles bij elkaar, dat is voor mij magisch, is voor mij magie van glas. Ja. Dus met dit beeld is dat ook. Het is een vrouwenbeeld. Iedereen die kijkt, die ziet dat dat een vrouwenbeeld is. Ja. Het verhaal hierachter is, naar de titel al een beetje in te schatten, Moeder Aarde. Als je naar de aarde kijkt, dan zie je aan de oppervlakte zie je dingen. Mm-hmm. Maar als je dieper gaat kijken, dan zitten daar ook nog hele mooie dingen. Dus onder dat aardoppervlak, daar komen fantastisch mooie dingen tevoorschijn. Wanneer werd jij voor het eerst geraakt door de magie van glas? Toen ik klein was. Als kind al. Ja. Ja. En dat was heel eenvoudig en zoals met heel veel mensen begin, bij de glasblazerij. Mm. Het vormen van dat glas, daar werd een bonk heet materiaal, totaal vormloos uit zo'n oven gehaald, aan een pijp gezet. Die gasten gingen daarmee aan de gang en daar kwam iets uit. Ja. Weet je, en als je dat dan neerzette in het zonlicht, dan gaf dat flonkeringen en zette je dat op een wat donkerdere plaats, dan straalde dat nog steeds licht uit. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Als ik met mijn vader op vakantie was en we gingen naar een glasblazerij, hij was gek op kristallen wijnglazen. Ja. Dus hij ging nogal eens naar zo'n blazerij en dan, nou, dat vond ik nog steeds mooi en dan zag je de meest mooie glazen. Maar het meeste, ook toen nog, had ik wel van wat mij het meeste aansprak, dat waren juist die beelden. Ja. Die beelden, dat sprak mij aan. Mm. En op een gegeven moment ben ik getrouwd, kreeg kleine kinderen. Was ik dus thuis, ik was helemaal thuis voor mijn kinderen en die groeiden op, die werden in een jaar of, de jongste werden een jaar of 4. Toen had ik zoiets van, ik wil eigenlijk iets ernaast, maar wat ik wel thuis kan doen. Ik had ook zoiets van, het moet creatief zijn. Ik wilde ook dat driedimensionele erbij gaan doen. Ja. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Daar kwam ik dan in mijn glaswereld al heel snel tegenaan. En toen kwam ik op overgevormd glas. En overgevormd glas is dus dit soort dingen
maken. Mm. En daar heb je mallen voor nodig. Die gaan dan in de oven, pot glas erboven, smelten. Okay. En dan loopt het in de mal. Dat is even heel kort. Je kwam in eerste instantie in aanraking met de magie van glas door het glas blazen. Door het glas blazen. En met je vader op pad gaan, want die had ook een... Ja. Die had ook iets met glas wat hij mooi vond. Vooral het kristal, het licht. Het licht. De twinkeling enzovoort. Ja. Heeft dat die gezamenlijke interesse, heeft dat nog iets betekend voor jou? Ja, heel veel. Ja. Mijn kunstenaarschap, dat breng ik voor een gedeelte maar terug in Tiffany en Glas in Lood. De beelden die ik en de verhalen die ik zelf ontwikkel in mijn vrije werk, die beeld ik alleen maar uit in overgevormd glas. Ja, en niet in glas in lood. Ja. Ik gebruik er wel tekentechnieken voor. En ik werk ook nog steeds in het platte vlak. Maar dat zijn dan altijd glasplaten die de oven in moeten om de glaspoeders, dus de kleuren, erin te smelten. Dus het raakt allemaal met elkaar versmolten. Wat geeft jou de meeste voldoening als je let op de reacties van de mensen die er naar kijken? De meeste voldoening, het grootste compliment wat ik kan krijgen, is als mensen natuurlijk uiteindelijk mijn kunst en mijn werk kopen. Ja. Daarnaast is het ook een grote mate van voldoening als ik te horen krijg wat mensen erin zien. En dat het mensen helpt om hun eigen verhaal te verwerken. Ik heb bij het overlijden van mijn vader heb ik een kunstwerk gemaakt met een glazen stoel. Dat heb ik in Limburg een keer op een expositie tentoongesteld. En daar kwam een mevrouw en een meneer kwamen daar langslopen. En die meneer die bleef staan kijken. En die mevrouw die liep al heel snel door. En de ervaring van mij is, als ik dat zie, dan denk ik bij mezelf, oh, ze vinden het niks of ze zien het er niet in. Nou, dat was bij die mevrouw juist heel erg omgedraaid. Ze was er ongelooflijk door geraakt. Mm-hmm. Ook al was het maar heel kort. Dus ze was weggelopen, had andere dingen van mij bekeken, was weer teruggelopen naar dat kunstwerk. Heeft toen heel intensief daarnaar staan kijken, is toen weggelopen. Een eind verderop in het gras gaan zitten en heeft een gedicht geschreven. Kijk eens aan. En daarna kwam ze naar mij. Ja. Ze zegt, je zal wel denken, wat een raar mens. Ja. Ze zegt, maar ik wil jou nu dit laten lezen. En klopt dat? Dat was precies wat ik ermee bedoelde. Ja. Het was zo perfect. Nou, en dat is zo'n compliment. Dat is zo geweldig. En wat doet dat dan met jou? Dat roert mij. Mm. Dat roert mij heel erg, bijna tot tranen toe. Ja. En dan met een wild vreemde. Ja. En dan krijg je gelijk een klik en een band en een contact. Nou, dat is prachtig. Ja. En dat is een heel groot compliment. En dan hoef ik het niet eens te verkopen. Nee. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja. En dat is heel motiverend om daar dus nog, om dan weer meer werk te maken. Mm. Hey, dus om door te gaan. Het is ook een bevestiging voor jezelf. Je hebt het verhaal er verteld over hoe het bij die mevrouw binnenkwam. Maar wat is het verhaal achter kunstwerk? Dat verhaal is dat bij een overlijden van een persoon, in dit geval was dat mijn vader, er een leeg stoel achterblijft. Ja. Dat hoor ik zo vaak terugkomen. En dat ervaarde ik nu natuurlijk zelf ook. Ja. Als wij dan bij elkaar kwamen, dan was die ene stoel, die was leeg. Als ik met mijn broers en zussen een verjaardag vierde, dan was daar een leeg stoel. Ja. Daar hoorde mijn vader te zitten, maar die was leeg. Mm-hmm. En voor mij is dat een reden geweest om een kunstwerk te maken met stoelen. Ik heb een glazen stoel gemaakt. En dan kom ik weer bij dat fascinerende van glas. Glas is er, mm-hmm. maar het is er ook niet. Dus voor mij het materiaal om daar een stoel in te maken. Mm-hmm. Want mijn vader is er, mm-hmm. maar hij is er niet meer. Ja. Ja, dus in gedachten is hij er, maar fysiek is hij niet meer aanwezig, want hij is overleden. Daarbij heb ik 4 houten stoelen gemaakt. Hout is natuurlijk een heel levend materiaal en heel aanwezig. Ja. En dat symboliseerde dan mijzelf en mijn 2 zussen en mijn broer. En op de houten stoelen staan 4 borden met bestek, waarin het bestek ligt
zoals het hoort te liggen. Ja. Als je dus nog niet klaar bent met eten, ja, maar je bord is wel leeg, maar je wil nog niet dat het weggehaald wordt. En het bord en het bestek van mijn vader, dat stond voor zijn stoel op de grond. Dus niet meer op de stoel. Ja. En het bestek ligt dan in de modus ja, dat naast het elkaar. Ja, naast elkaar en dat het weggehaald kan worden, want hij is klaar met eten. Ja. En dat vormt dan één geheel. En als je oppervlakkig kijkt, dan denk je, nou, er staan een paar stoelen, ze zijn de tafel vergeten, mm-hmm, en er staat een poppenservies op. Mm-hmm. En als mensen dan blijven staan en ze gaan echt kijken, dan weten ze al heel snel waar het over gaat. Ja. Ja. En dat zag die mevrouw? En dat zag die mevrouw en die heeft daar een gedicht over geschreven. Ja. Ja, wat het naadloos, wat daar naadloos op aansloot. Ja. Ja. Krijg ik nog steeds een brok van in mijn keel. Ja. 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 Ja, ik merk het. Ja. Ja, ja. Nou, heel erg bedankt voor je mooie verhalen en je mooie beelden. En ik wens je heel veel succes in het vervolg van je carrière. Dankjewel. En jij ook heel erg bedankt.